brandt, je ziet dat de vlam in de pan slaat en ineens heb je voldoende energie om supersnel te kunnen reageren. Welkom bij de 4.6 Biocast voor het EL over reageren met hormonen, waarin je een aantal dingen gaat leren. Je moet kunnen uitleggen hoe hormoonklieren aan- of uitgezet worden. Je moet de naam van 6 hormoonklieren kunnen noemen en die moet je ook in een afbeelding kunnen herkennen. En je moet de werking van 8 hormonen kunnen noemen en zeggen in welke klier ze gemaakt worden. En je hormoonstelsel is een apart regelstelsel dat samenwerkt met je zenuwstelsel. Dit is je zenuwstelsel, supersnel. En dit gaat wat langzamer en houdt ook wat langer aan. En dat is je hormoonstelsel. Allebei regelen ze processen in je lichaam. En ze werken samen. Hier zie je een hormoonklier. Je ziet het rondje, dat is het weefsel, met daarin het gele, de cellen. En daardoorheen stroomt de bloedvaten, met de haarvaten rond de cellen. En je ziet van boven een uitloper van een bewegingszenuwcel. Het bloed stroomt zo door de haarvaten. Er komt een impuls via de zenuwcel en die komt terecht bij de cellen. Die cellen gaan hormonen maken en geven dat hormoon af aan de haarvaten. En via de bloedvaten worden die hormonen, die regelstoffen, vervoerd overal in je lichaam. En de cellen waarvoor ze bedoeld zijn, die gaan dan reageren op die regelstof. Je hebt een aantal van die klieren. En er is een heel kleine, en toch is dat de grootste hormoonklier, en dat is de hypofyse. Want die regelt de groei van je botten bijvoorbeeld. Hij maakt het hormoon dat de zaadballen en de eierstokken aanzet om rijpe zaadcellen en eicellen te maken en om geslachtshormonen te maken die ervoor zorgen dat er secundaire geslachtskenmerken ontstaan. Dus je ziet hier al 2 regeldingen. Een hormoon kan aangezet worden via een impuls, dus via je zenuwstelsel, maar hij kan ook aangezet worden door een ander hormoon. Hetzelfde gebeurt bij de schildklier. Want de hypofyse maakt ook een hormoon dat de schildklier groeihormoon laat maken. En hier heb je die schildklier. Die regelt de verbranding van glucose in je cellen. Dus hoe snel de stofwisselingsprocessen gaan, wordt geregeld door die schildklier. En die schildklier wordt op zijn beurt weer aangestuurd door hormoon uit de hypofyse. Dan heb je de bijnieren. Die maken adrenaline. En hoe hoog of laag je bloedsuikergehalte ook is, als er insuline vrijkomt, wordt extra glucose aan het bloed afgegeven. Dat is als je ineens moet reageren bij stress, angst of als je heel hard schrikt. De alvleesklier, die heeft daar eilandjes van Langerhans in zitten, dat zijn gebiedjes waar hormonen gemaakt worden. Insuline en glucagon worden gemaakt en die regelen de hoeveelheid glucose in je bloed. Die gaan er dus wel vanuit van de hoeveelheid bloedsuiker. Is de hoeveelheid bloedsuiker te laag, dan wordt er glucagon gemaakt. En glucagon zorgt ervoor dat er extra glucose wordt vrijgemaakt uit de lever. Die is opgeslagen als glycogeen. Dus glucagon zorgt ervoor dat glycogeen wordt omgezet in insuline, in glucose en die wordt afgegeven aan je bloed. Het omgekeerde, er kan te veel glucose in je bloed zitten, dan geven die eilandjes insuline af. En insuline zorgt ervoor dat er te veel aan suiker in je bloed wordt opgeslagen in spieren en in de lever in de vorm van glycogeen. De eierstokken maken oestrogeen en die regelen de veranderingen bij meisjes in de puberteit. En die eierstokken gaan dat doen onder invloed van het hormoon uit de hypofyse. Bij jongens gebeurt iets vergelijkbaars, maar dan in de zaadballen. Testosteron wordt daar gemaakt en die regelt de secundaire geslachtskenmerken bij jongens. En hier zie je die secundaire geslachtskenmerken. Een meisje die in een vrouw verandert.
bredere heupen, borstgroei, schaamhaar, groei van okselhaar, maken van meer zweetklieren. Secundaire geslachtskenmerken bij meisjes. Oh ja, en ook nog lengtegroei. Dat zie je hier ook bij jongens. Meer baardharen, lagere stem, meer bredere schouders, maar ook meer zweetklieren, okselhaar, schaamhaar. Allemaal secundaire geslachtskenmerken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 6.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.